jongen, jongen, wat is dat saai, hè? Zo'n Tour de France. Hoi, hoi, hoi. Ik bedoel, ik zit maar te kijken af en toe. En dan beginnen ze al 's middags om 1:30 uit te zenden. En het is net zo interessant als de 10 kilometer schaatsen. Ik bedoel, gebeurt geen moer. Ja, af en toe lopen er eens een paar weg, een paar minuten voor. Een peloton zit keurig met de handjes op het stuur. En dat is het dan. En dan wordt er een beetje zo, vlak voor het einde wordt het een beetje ingelopen. En dan krijgen we een massasprintje. En dat is het dan. Ja. Tot zover de Tour de France. Nou zeg, ik bedoel, dat vind ik volkomen oninteressant. Maar ja goed, ik heb een keertje, moest ik op de motor zitten. Op de bekende motor van Theo Komen, daar mocht ik op zitten. En het was in Limburg, bij de Amstel Gold Race. En ik zit dus op die motor, bij die hele bekende Belgische Raymond, de motard. Die man was wereldberoemd. Nou, en maar er gebeurde geen moer in die koers. Helemaal niks. Ik bedoel, er was één renner die lag werkelijk een minuut of 6-7 vooruit, denk ik. En daarachter zat de peloton. En die zaten keurig met de handjes op de stuur. Want die dachten, die lopen we vlak voor de finish toch wel in. Dus, ja, en schakelden ze vanuit de studio, schakelden ze weer naar mij. En Harry, hoe is het daar in de koers? Theo, laat ik hem Theo noemen. Theo, die ligt voorop. En Theo, die heeft al 6-7 minuten voorsprong. En het peloton, ja, er is nog weinig beweging. En dat was het dan. En weer terug naar de studio. En dat ging maar. En weer een plaatje draaien. En nog eens een keer. Maar Theo Komen, die zat achter mij in een auto van de NOS. Want die ging natuurlijk later op mijn motor zitten. En ik word nog 2-3 keer heen en weer geschakeld. En ik weet bij God niet meer wat ik vertellen moet. En ik zeg, Theo, hoe moet dit nou met die wielerkoers? Toen zegt Theo tegen mij, nou jongen, dat doe je als volgt. En Theo, die nam de microfoon over. En Komen, die ging daar eventjes los. Die begon van, en Theo, en kijk voor je uit. En kijk niet achterom. En ga door. En concentreer je op de weg. Want jij hebt maar één doel. En dat is de finish. Jij gaat naar die finish toe. Want straks, dan kom jij over die finishlijn. En dan staat daar je moeder. En die is verschrikkelijk trots op jou. Dus kijk niet achterom en ik kijk nu naar zijn benen. En ik zie het. Hij heeft de kracht nog. Hij gaat nog door. Hij zit in een goede versnelling. Hij heeft een goede tred. Hou vol, Theo. Ga door. Kom op. Dat was Theo Komen. Zo deed Theo Komen dat. Dat is ongelooflijk. En ik dacht van mezelf. Zo doe je dat. Ja. Als er niks is, dan maak je van niks iets. En dan zorg je toch dat de mensen entertained worden. Dat was Theo Komen. Hij was de allerbeste.